Hallo iedereen, Pieter hier, oftewel Oma op een bakvis met vandaag een nieuwe commentary. Vandaag heb ik hele goede MW3 gameplay voor jullie, zoals jullie waarschijnlijk ook al aan de titel hebben kunnen zien. Het is namelijk een triple moab. Eerst wil ik even zeggen, deze gameplay is niet door mij, want ik kan zelf nooit zoiets goeds halen. Ik heb hooguit een keertje een double moab gehaald, maar daar houdt het wel bij op. Deze gameplay is namelijk van Spider DSL. Zijn link staat in de beschrijving in het beeld. Voordat ik het vergeet, ik had hiervoor al een keertje een commentary hierover gemaakt en toen was ik het vergeten. Ik weet het, ik ben zo'n kneuzenreuker, ik ben een eikelbijter, ik ben een aanbijenschoffelaar, ik ben ontzettend vergeetachtig en ik weet het, ik maakt niet uit jongens, de gameplay die blijft er gewoon en ik doe de commentary gewoon opnieuw, dus jullie zullen er helemaal niks van merken, dat beloof ik. Ik zal niet minder enthousiast klinken, omdat het voor de tweede keer is. Maar voordat ik deze gameplay even aan zijn lot overlaat en er niet meer over ga praten, wil ik even één ding zeggen. Ik heb ook een tweede kanaal en daar upload ik Road to Commanders op in MW2 en daar kan je goed zien wat ik denk, of tenminste je hoort wat ik denk, want dat zeg ik dan hardop. En dan kan je ook beter worden. Maar ik ga eerst even wat over de gameplay vertellen, want zoals jullie het zien is het al een triple moab. En ja, jullie zien nu de eerste streak. De gameplay was eigenlijk nog veel beter, want ik heb er een paar goede streaks. Hij heeft nog een keertje een 15 streak gehaald, toen ging hij dood. Dat heb ik er tussenuit geknipt, gewoon omdat, hoe zal ik het zeggen, het werd anders echt te pijnlijk voor mijn stem om te commentaten. Want ik heb een zwakke stem. Ik krijg altijd zo'n rauwe keel als ik dan lang commentate. En dat doet gewoon zeer. En het is ten eerste is het ook minder leuk voor sommige mensen om naar te kijken. Voor de meeste mensen moet ik eigenlijk zeggen. Want de meeste mensen die haken al af na een stuk of 6 minuten commentaten. En ik geloof dat ik deze heb teruggebracht van een kwartier naar 8 minuten door alleen de moab streaks te uploaden. Het is wel hetzelfde potje, mocht je me niet geloven, dan de gameplay. Ik zal de link naar de huidige gameplay, als die het goed vindt, zal ik ook wel even in de beschrijving zetten. Maar dat moet ik eerst even op zijn toestemming doen. Maar dat is wel genoeg over de gameplay, want ik wil vandaag met jullie, zoals ik net al had aangekondigd, nog even over mijn tweede kanaal praten. Over mijn vakantie praten, waar ik nog overheen ga. Geen zorgen jongens, dat komt zo meteen helemaal goed. En ook nog over livestreams praten. Ik had net al wat over mijn tweede kanaal verteld. Ik heb dus een tweede kanaal, ook op een bakfiets, Road to Commander. Je wordt er beter van in Call of Duty volgens de meeste mensen. En ik zou het waarderen als jullie die even zouden kijken. Moet je deze kerel zien trouwens. Die kan gelijk door naar Specsavers. Jezus Christus man. Het kost nog gewoon 10 seconden om door te krijgen waar de kogels vandaan kwamen. En dan ook nog eens 5 seconden om hem dood te maken. Maar ik wil nu echt even niks meer over de gameplay vertellen. Tweede kanaal heb ik gehad. Mijn volgende onderwerp is dat het vakantie is. Logisch. En dat ik dus ook op vakantie ga. Ik ga namelijk een week naar Kroatië geloof ik. Ik weet niet precies waar in Kroatië. Het is de eerste keer dat we naar Kroatië gaan. We gaan zeilen voor de geïnteresseerden. We gaan met zo'n hele groep mensen mee zeilen. En dat wordt heel leuk. Want Kroatië is niet ten opzichte van Nederland zo'n hele grijze zee. Het is gewoon echt zo'n knalblauwe zee. En dat is heel mooi. En daar gaan we zeilen. En iets fantastischer bestaat er niet volgens mij. Maar ik wil jullie niet tot jaloezie dwingen of tot jaloezie brengen. Want dat is gewoon niet het onderdeel van deze commentary. Wat het eigenlijk het iets treurigere nieuws is van dat ik op vakantie ga. Is dat ik dus een week niet kan uploaden. En dat is eigenlijk, dat zou zijn voordat ik een partnership heb, want nu heb ik een partnership en nu kan ik dus scheduled uploaden. En dat betekent dat ik kan uploaden zelfs als ik ergens anders ben. En dan wat dat eigenlijk inhoudt is dat ik de commentaries upload voordat ik op vakantie ga en dan laat ik YouTube ze online zetten op de tijd dat ik wil. Dus stel ik ben een week op vakantie, 7 dagen, ik wil in die 7 dagen wil ik 3 commentaries uploaden. Dan zeg ik bijvoorbeeld van hey YouTube, flikkers, zet er dus 3 commentaries op die ik van tevoren upload. En dan komt hij dus op die tijd in jullie subboxen. Daarvoor kan je hem nog niet zien, alleen ik kan hem dan zien. En ik kan hem dus niet zien omdat ik op vakantie ben. Maar stel ik zou er toegang tot hebben, dan zou ik hem wel kunnen zien. Maar dat is het dus. Jullie hoeven dus geen commentaries te missen als ik op vakantie ga. Pieter, waarom zou je het dan in godsnaam aanbrengen als je toch op vakantie gaat en we merken er toch niks van? Jullie zullen er natuurlijk wel een klein beetje van merken, want ik zal helaas geen comments kunnen beantwoorden. Daar baal ik wel van, want vind ik het altijd extreem leuk om comments te beantwoorden. En ik weet gewoon niet of ik een week zonder comments kan. Ik hoop het, ik hoop het. Ik hoop dat jullie mij kunnen onthalen met veel duimpjes omhoog als ik weer thuis kom. Dus dat zou fijn zijn. Mijn laatste onderwerp is livestreams. En voor degenen die het niet weten, ik heb gisteren met Daan Crafter Minecraft gelivestreamd. Dat was heel leuk en als je nu wat achtergrondgeluid hoort, sorry, er is een of andere bouwvakker is de straat aan het verkrachten. Ik denk dat het daar het beste op slaat, want er is een heleboel harde geluiden en het is een beetje van Maar ja, ik ga veel te diep in op detail, jullie willen dat allemaal niet weten. Maar
Ik heb dus gisteren gelivestreamd Minecraft met Daan Krefker. Het was ontzettend leuk. We waren bijna trending topic met Pieter en Daan live. En dan iets van kom kijken. Volgens mij was het gewoon Pieter en Daan live. En dat was het. Maar maakt niet zo heel veel uit. Ik vond het vooral heel leuk dat... Dat we bijna trending topic waren. En ook dat we het gewoon heel leuk hadden gemaakt met de livestream. We hadden namelijk zo gedaan. Eerst hadden we een soort van... een map hadden we. En dat was een denkmap. Dat was een puzzelmap. En daar ben ik natuurlijk redelijk goed in. Want ik ben een Minecraft noob. Dus ik zeg niet dat ik redelijk goed ben in puzzelen. Maar ik ben redelijk goed in puzzelmaps. Ten opzichte van jumpmaps. Want na een tijdje... gingen we een jump map doen, omdat de puzzle map, het was niet saai of zo, maar het was nogal vervelend, want we gingen mensen inviten en dat was niet het vervelende gedeelte overigens, want we gingen mensen inviten voor onze Skype chat en dan gingen we ze een beetje interviewen van hey, hoe heet je, op welke school zit je, en dat was ontzettend leuk, dat maakte de livestream ook een van de leukste livestreams die ik ooit heb gehad en dat was gewoon ontzettend geweldig om te doen en ik hoop dat jullie dat leuk vonden, tenminste voor degene die keken, maar dat maakt ook niet zo heel veel uit voor degenen die er niet bij waren. We gingen dus namelijk een Minecraft livestream doen en mensen inviten. Vervolgens kwamen we dus bij het eind van de... tenminste niet bij het eind van de survival... of het was geen survival map, Pieter. Wat was het? Het was een denkmap. Vervolgens kwamen we dus... hadden we zelf een eind gemaakt aan de denkmap. Omdat het een beetje stom begon te worden. Ik bedoel, wie wil er nou eens de hele tijd kijken naar... naar mensen die twee raadsels oplossen. Ik vond het persoonlijk ook niet zo... Persoonlijk vond ik het wel leuk om te doen. Maar ik begrijp ook dat sommige mensen het niet leuk vonden om naar te kijken. En daar heb ik respect voor. Maar daarna gingen we dus een jump map doen. En nu komt het leuke van het verhaal. Ik heb dus echt bijna nooit Minecraft op de computer gespeeld. En jullie willen niet weten hoe slecht ik ben in Minecraft. Het is echt onvoorstelbaar. Als jullie mensen als Ken Burton in MB3 zien... of gewoon Call of Duty in het algemeen. Ken Burton is trouwens een hele goede commentator. Alleen hij is 70 jaar oud. Of ik ben zelf ook 80, maar no offense. Ken Burton is dus 50 jaar oud. En die is iets in zijn reflexen gezakt. En die is niet zo goed in gamen. En dat is jammer, want hij is wel echt een ontzettend goede commentator. Ik heb nu wel genoeg over Ken Burton verteld. Maar ik ben dus zeg maar de Ken Burton van Minecraft. Want ik kan echt totaal niet Minecraften. Op het eind kwam ik er wel weer een beetje in. Maar dit valt het wel weer zo'n beetje samen over de Minecraft livestream. Want op een gegeven moment kwam er ook nog een Just Rutger in, geloof ik. Nee, wat? Rutger is die kerel die me XSplit heeft verteld. Volgens mij kwam er ook nog een keertje iemand anders in van een gamekanaal. Ik ben zijn naam even kwijt. Wat een schande. Maar ja, jongens. Als jullie de gameplay leuk vonden, geef me een duimpje omhoog. Als je mijn commentaar leuk vond, geef me een duimpje omhoog. Vond je een langere commentary leuk? Geef me dan ook een duimpje omhoog. Jullie willen niet weten hoe ontzettend erg mij het helpt. Dat is echt onvoorstelbaar. Dat helpt mijn kanaal met groeien. En misschien bij de 500 duimpjes omhoog dubbele commentary. Of tenminste, gewoon een commentary gelijk de dag erop. Maar ja jongens, de gameplay zit er alweer op. Ik praat veel te lang door. Ik ga ook wat meer MB3 streamen. Dus dat laat ik dan allemaal weer weten jongens. Ik check jullie later gasten. Ciao.